Want vertel eens, Pascal, wat doe jij zo op een dag en wie ben je? wat doe ik zo op een dag? Ik heb een baan, ik werk bij Universiteit Utrecht. Ik doe onderzoek daar. Dus ik ben daar in dienst en mijn hoofdtaak is onderzoek doen. Naar de prestatie van professionele speur- en detectiehonden, dus daar ook honden. En daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf. En via mijn eigen bedrijf geef ik onder andere lezingen over castratie. Daar heb ik wat schrijfwerk voor verschillende doeleinden. Af en toe, ik heb een tijdje als instructeur gewerkt of geef ik puppybegeleiding. Ook leuk! Leuke afwisseling. Ja, zeker. Ja. Onderzoeker, instructeur en hoe noem je dat? Schrijver. Ja. En lezinggever. Ja. Expert eigenlijk dus wel. Het is moeilijk. Ja. En is er dan echt iets wat je het leukst vindt? Of is de afwisseling hetgeen? Ik vind juist de afwisseling wel leuk inderdaad. Ja. En ook omdat bij de universiteit is dus echt het onderzoek, echt de wetenschappelijke kant. En ik vind juist leuk om dat dan te combineren met praktische kant. Met dus lesgeven zelf dat onderzoek in de praktijk brengen. Vervolgens als het over bijvoorbeeld vragen over castratie gaat. Ja, leuk. Want vertel eens, onderzoek naar de resultaten van detectie- en speurhonden. Wat doen ze het goed? Ja, dat gaat over, het gaat over professionele speur- en detectiehonden. Dus honden die dat echt als niet... je kunt dat natuurlijk ook recreatief doen. Ik doe dat met mijn eigen hond ook. Maar honden van wie het echt het werk is. Professionele geleiders. En we kijken naar... Het zijn bijvoorbeeld honden die ingezet worden om geld, drugs op te sporen. Ook honden die ingezet worden om mensen op te sporen. En doen ze het goed? Ja, ze zijn in dienst en ze hebben... certificering behaald allemaal, dus in principe doen ze het allemaal goed. Maar we willen gewoon kijken of dat nog net wat dingetjes zijn waar we nog wat kunnen optimaliseren, zeg maar. Leuk. Ik zit nou helemaal me af te vragen hoe dat dan praktisch eruit ziet. Ben je dan echt op locaties of doe je dat vanaf beeldmateriaal? Ik ben ook wel op locatie, maar uiteindelijk als je data gaat verzamelen is dat meestal vanaf beeldmateriaal. Oh ja. Ja. En dan het ordinaire turfen? Of? Dat kan. Ja, ik moet zeggen dat ik daar nog niet ben aanbeland. Maar dat kan dat goed inderdaad op turven neerkomen. Ja. Wat leuk dat je dan zelf ook deed speuren met je eigen hond. Ik heb een tijdje speuren gedaan. Maar inmiddels hij is wat ouder aan het worden. En het bos in met hem, het was ook qua gewoon praktisch, qua lessen hoe dat uitkwam, niet meer helemaal handig. Maar detectie doen we wel nog steeds. Dan is hij wat, dat is wat makkelijker gewoon in één ruimte. Dat kun je ook gewoon 10 minuten doen. Ja, om dan over 10 minuten het bos in te gaan en iemand de spoor te laten lopen. En dan ben je toch, dat is toch allemaal wat bewerkelijker dan detectie. Ja, nou, speur is fysiek veel zwaarder. Ja. Voor de hond en voor de eigenaar, als ik er iets over mag zeggen. Ja. Eventjes gewoon als we helemaal leken hebben als luisteraars. We hebben het over speuren en detectie. Misschien mogen we dat nog iets meer body geven. Wat is speuren? Speuren is het volgen van een spoor in principe. En detectie is gewoon het zoeken naar een aangeleerde stof in de ruimte. En dat kan drugs of geld zijn. Maar dat kan ook in het geval van mijn hond Anijs zijn. Oh ja. Ja, ook handig als ze dat kunnen opsporen. Ja, dus dat is eigenlijk het grofste onderscheid. Dat met speuren dat er echt een spoor gevolgd wordt naar een bron. Ja. En dat met detectie gewoon gezocht wordt in de ruimte. Ja, en hoe meten jullie dan de prestaties van de honden? Ja, dat is een lastige nog. dus een goede vraag. Als je daar een antwoord op hebt, dan graag. Maar jij leert wel heel goed van gedrag lezen, denk ik. Zo. Ja, zeker. Maar ja, dat heb ik ook. En dat is ook weer waar ik die combinatie zo leuk vind. Ook vanuit andere bronnen. Want ik heb ik ben nog in opleiding tot gedragstherapeut. En ik heb bij DocVision een opleiding tot gedragsbeoordelaar gevoerd. Oh ja. Ook een paar keer meegekeken met toptesten. Dus daar leer je ook echt wel goed scoren, kijken. Ja. Leuk. En is het dan ook zo, echt de Mechelse herders voornamelijk die in het onderzoek meedoen rondom speuren en detectie? Of is dat een... Dat zijn vaak werkhonden, zijn vaak Mechelse herders. Maar er komen ook wel andere rassen voorbij. Wat dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld labradors worden ook wel gebruikt. Ja. Engelse kokkers komen ook nog wel eens voorbij.
En als je bij de recreante detectie gaat kijken, zeg maar, dan kom je sowieso een hele verscheidenheid aan rassen natuurlijk. Dan komen in principe alle honden voorbij. Ja. Ja. Leuk. Interessant. Ja, ik denk ook dat we daar echt nog een uur over door kunnen praten. Doe een andere podcast. Doen we een podcast. Ja. En als het misschien wat bekender is, hoe te beoordelen inderdaad. Dat is natuurlijk ook nog wel de vraag. Ja. Nou, dan ben jij, voor mij ben jij de castratie-sterilisatie-expert, omdat ik gewoon heel veel daarin van jou heb mogen leren, onder andere op school, maar ook door lezingen die ik bij jou gevolgd heb en dat ik jou ben gaan inhuren voor mijn cursisten. Ja. En daarom dacht ik ook, het is mooi om me zeker ook even lekker op dat onderwerp te gaan broeden. Mm-hmm. Want wat maakt dat jij die afslag hebt genomen van alle afslagen die zijn begonnen van, hey, castratie, daar heb je ook een prachtig boek over geschreven. Waarom die afslag? Wat is daar gebeurd? Ja, ik denk dat dat in allereerste instantie eigenlijk toch kwam door mijn huidige hond. Dat is een Labrador. Die kreeg ik toen ik nog... ik woonde in Antwerpen toen nog mezelf voor mijn bachelor, maar toen ik nog veel bij mijn ouders was ook. In eerste instantie was dat een gezinshond en hij was 2,5 toen we hem kregen. Zijn vorige eigenaren lagen in scheiding en hadden veel te weinig tijd voor hem. En dat is een reu en hij was al gecastreerd toen we hem kregen. Ik studeerde toen diergeneeskunde en ik had eigenlijk meegekregen van, castratie, eigenlijk vooral voordelen benadrukt. Honden worden er wat rustiger van, voor teven zijn er veel gezondheidsvoordelen. Een beetje baat het niet, dan schaadt het niet, was de algemene boodschap. Dus ik dacht dat ook van, mooi, hij is al gecastreerd, fijn. Nou, het is echt in eerste instantie een vreselijke hond. Ja. Lekker rustig ook door het castreren. Ja, heerlijk rustig. Nee. Het is helemaal goed gekomen. Nee, maar hij kon er ook niks aan doen, want hij heeft gewoon een hele tijd veel te weinig aandacht gehad door die scheiding. En veel, 2,5 jaar oud, veel te weinig met hem gedaan. En hij had een halve puppycursus gedaan, dus hij luisterde ook voor geen meter. En hij was gewoon heel erg druk. En ik heb toen in die tijd, dat is eigenlijk het startpunt geweest voor mezelf om echt te gaan verdiepen in hondengedrag, om dat beter te leren lezen. En dus ook opleiding ben ik toen gaan volgen. In eerste instantie tot instructeur, later verder tot gedragstherapeut, waar ik dus nog steeds mee bezig ben. En dat was eigenlijk ook het moment dat ik voor het eerst dingen ging lezen over castratie. Want hij lag bijvoorbeeld vaak in de clinch met andere reuën. Terwijl ik dacht, hij is gecastreerd, dan heb je dat toch juist veel minder. Oh, ja. Ja. Dus waar komt dit dan vandaan? Hallo, dus, aanname. Nee. Maar ik ben dus zelf eigenlijk ook gestart vanuit die aanname. Ja. Van castratie is eigenlijk positief. Ja. En maakt makkelijker, rustiger. Minder conflict met andere reuën. Maar toen had ik ineens die hond. Ik weet niet wat er met deze gebeurd is dan. Maar hier is dat toch niet het geval. Nee. En van daaruit ben ik dus verder gaan zoeken. Want dat is dan wel... Je moet vandaar natuurlijk wel verder. Mijn kennis is echt niet gebaseerd alleen op die hond. Maar van daaruit ben ik me daar echt in gaan verdiepen. Echt alle beschikbare onderzoeken, beschikbare literatuur gaan uitpluizen. Toen ben ik overgestapt van de diergeneeskunde naar dierwetenschap in Wageningen. Met de focus op gedrag en welzijn van dieren. En dan heb je een aantal keer bij een aantal vakken hadden we een project daarin zitten, zeg maar, dat je een bepaald onderwerp moest uitdiepen of iets van een essay moest schrijven. Ja. Dat heb ik een keer over castratie dus geschreven. En dan ga je dus de literatuur uitpluizen, de onderzoeken die daarna zijn gedaan. En vervolgens heb ik mijn thesis, mijn scriptie, heb ik daar ook over geschreven. Oh ja. En toen heb ik dus ook zelf een stukje onderzoek gedaan, een vragenlijst uitgezet en zelf data verzameld. Oké. Okay. Dus daar is, verder. Daar is het ontstaan. Ja. Leuk. En even gewoon om het een beetje concreet te maken. Wat is de naam van jouw Labrador? Jip. Wat deed Jip nog meer, zeg maar, toen die bij jou kwam? Net moest je heel hard lachen, want het was een vreselijke hond. Dat snap ik. Dat is even een naampje. Het is geen vreselijke hond. Ja, nee, natuurlijk. Hij deed vreselijke dingen, waarschijnlijk. Maar wat zijn typische dingen die hij nog meer deed, behalve dan dat hij af en toe in de clinch lag met andere honden? Waar liep je allemaal tegenaan? Ja, het was echt niet allemaal gerelateerd aan het wel of niet gecastreerd zijn. Hoor, zeker niet. Het is sowieso moeilijk om dat na te gaan natuurlijk. Wat komt door castratie? Ik heb ook nooit gekend dat hij niet gecastreerd was. Dus ik zeker niet van ook dat komt, weet ik zeker daardoor. Dat kun je gewoon niet zeggen.
Maar hij was, wat hij vooral had, hij was gewoon niet zo goed opgevoed. En hij had weinig structuur gekregen. Er was hem weinig aangeleerd. En hij had gewoon veel te veel energie. Dus wat ik ook met hem ben gaan doen in eerste instantie is zorgen dat hij die energie kwijt kon. Dus lekker het bos in, even uitrusten. En dan gewoon ook echt een uur het bos in met hem. Even uitrusten daarna. En dan daarna met hem gaan trainen. Gehoorzaamheidsoefeningen met hem doen. Om hem toch wat makkelijker aan te sturen te maken. Hij was gewoon heel erg druk en reageerde. Nou, je hebt ook cursus over een bezoek ontvangen. Reageerde heel heftig op bezoek. Blafte heel de boel bij elkaar en dan was hij niet meer rustig te krijgen. Hij trok ontzettend aan de lijn. En andere honden, als die aan de overkant van de straat hadden, kon hij enorm naar blaffen. En af en toe kan naar uitvallen, afhankelijk van de reactie van de andere hond ook. Hij deed van alles eigenlijk. Hij vroeg van alles uit. Ja. En heb je daar op dat moment, hè, want toen zat je dus ook nog helemaal niet in de honden, want dat is pas daar begonnen, maar toen was je dus gewoon hondeneigenaar. Mm-hmm. Wel eens gedacht, komt dit goed? Waar ben ik aan begonnen? Heb ik het wel goed gedaan? Al die vragen. Nou, ik vond hem wel meteen. Ik vond hem wel meteen leuk. Ik weet nog, want het was dus bij mijn. Ik mocht in Antwerpen wonen. Ik toen op kamers mocht je geen huisdieren. Dus hij woonde in principe gewoon bij mijn ouders. En ik zag hem in de vakanties en in het weekend. Dus het was in eerste instantie ook helemaal niet mijn hond. Ik vond hem wel meteen leuk. Want hij kwam in eerste instantie bij ons binnen. En dat is ook. Ik zie mijn ouders daar nog naar kijken. Hij kwam bij ons binnen op een zondagochtend. En hij hing in een slipketting. En naar binnen, die ketting af. Nou, het heeft hij dus staan hoesten, want hij hangt zichzelf natuurlijk op erin. Toen liep hij al plassend van de voordeur, dwars door het huis, naar de achterdeur. Nou, toen heeft mijn vader dus van, dan doen we maar naar buiten. Dus door de achterdeur is hij naar buiten gegaan. Toen heeft hij, als een dolle door de tuin gekrost. Dus het gras ook, vader is heel zuinig op zijn gras. Dus het gras kapot gekrost. Toen heeft hij op de oprit gepoept. En toen was het net of hij dacht van, wat kan ik nou nog verder uitvreten? Toen zag hij de vijver. Betaamd. Ja, is hij toen met een aanloop in de vijver gesprongen. Is dit de eerste ontmoeting? Het was de allereerste ontmoeting, ja. Dat is echt alles in één. Ja. Wat erg. Desondanks vond ik hem meteen leuk. Daarom misschien wel. Ja. Oh, wat erg. Ja. En die ouders waren ook meteen daar content mee. Nou, mijn ouders die wisten op dat moment even niks uit te brengen. Oké. Ja, dus ik, weet je... Laten we hem een kans geven. Oké, vooruit. Misschien valt het mee als we hem hebben. En die mensen hadden kinderen ook. Dus hij is nog mee naar huis gegaan toen die kinderen hebben afscheid van hem genomen. En dat was ook prima. Dat was ook de juiste keuze op dat moment. En op dinsdagmiddag, het was zondag, dinsdagmiddag is hij dus weer teruggekomen naar ons. Zou hij een week blijven. En na een week zouden we dan besluiten van oppassen. We hadden toen een andere labrador ook nog. Die we kregen toen ik 9 was. Dus dat is de hond eigenlijk waar ik mee ben opgegroeid. Die hebben we van pup af aan gehad. Die is uiteindelijk overleden. Gewoon ouderdom. Gewoon oud geworden. Maar die hadden we toen ook nog. Dus daar moest het ook wel mee klikken natuurlijk. En die was ook al best wel op leeftijd toen Jip erbij kwam. Dus daar moest wel even kijken of dat allemaal matchte. En of dat hij dus wel een beetje bij zou draaien. toen is hij dus dinsdagmiddag is hij gebracht. En ik weet ook dat donderdagochtend dat mijn ouders dus samen buiten stonden. En allebei met één hond. En dat ze echt het overleg hadden zo van, breng jij hem terug of breng ik hem terug? Want dit gaat hem niet worden. Hij zat iedere ochtend zat hij om 5 uur te blaffen. Gewoon op het moment dat het licht werd zat hij te blaffen. En waar we het al over gehad hadden. Hij gewoon ontzettend druk. Alle kanten op vliegen. Niet aan te sturen. Donderdagochtend waren ze me eigenlijk al beu. Nou, we moeten praten als brugmans. Ja, hij mocht een week blijven. We hadden een week tijd om te kijken. Afspraken is afspraken. Precies. Hij mocht een week blijven. Nou, hij is dus ook inderdaad een week gebleven. En ik ben met hem aan de slag gegaan. Dus die periode ontzettend veel geleerd. En wat ik dus zei eigenlijk. Vooral zorgen dat hij een uitlaatklep had voor zijn energie. En daarnaast gaan trainen met hem. Leuk. En tussen die twee honden ging het goed dus, want hij mocht blijven. Ja, ze hebben elkaar nooit, het zijn nooit maatjes geworden. Ze hebben elkaar nooit leuk gevonden. Ze hebben eigenlijk altijd gewoon langs elkaar heen geleefd. En, dat is ook een optie. Ja, precies. Ja. Lachen, mooi verhaal. Ja.
Ja, dus ook met labradors opgegroeid. Dat zei je net eventjes. Ja. Leuk. En echt dan wel echt een hondenfamilie, hè? Ja, nou ja, ik was... ik heb nog een jongere broer en zus. Ik was, negen toen. En mijn broertje is de jongste. Dus toen die ook een beetje dat tegen kon, zeg maar. Toen heb ik een hond gekregen. Mm. Heel lang over moeten zeuren. En Dus overal hetzelfde verhaal. Altijd lang zeuren voordat er een hond mag komen. Ja, mooi. Nou, maar dat is ook goed. Moet je ook goed over nadenken. Ja. Nou ja, jij had dus alleen bij Jip al dat je dacht, nou, de castreren. Dat verhaal van, oh, met andere reuwen gaat het makkelijk. Ze plassen niet binnen, nee, is veel voorbeeld. Maar dat is toch niet helemaal overeen met wat ik bij hem zie. Dus toen ben je daarop gaan verdiepen vanuit je studie. Ja. En uiteindelijk ben je daarop afgestudeerd. Mm-hmm. Wat is het grootste inzicht wat je daarin hebt opgelopen? Meerdere. Ook het... situatie afhankelijk ook wel natuurlijk. Mm. En ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste inzicht is. Want ik krijg nog steeds vaak de vraag, ook omdat ik dus lezingen geef, van ja, maar is het dan een lezing voor of tegen castratie? En dan zeg ik, nou, ik ben niet voor of tegen castratie. Ik ben voor een weloverwogen keuze. Dus dat het belangrijk is, er zijn voor- en nadelen. Dat is een belangrijk inzicht, denk ik. Yeah. Er zijn zowel voordelen als nadelen in alle situaties. En ik vind het heel belangrijk om per situatie die voor- en nadelen af te wegen. Ja. Ja. Was het in Jip's geval een goede, weloverwogen keuze? Kan ik moeilijk inschatten, omdat ik hem nooit heb gekend voordat hij gecastreerd werd. En weinig weet in detail over hoe dat hij is opgegroeid en hoe dat hij daarvoor was. Jip is wel een onzekere, stressgevoelige, snel zenuwachtige hond, zeg maar. Mm-hmm. En er zijn wel indicaties, ook, spoiler alert, er is veel te weinig onderzoek naar gedaan. Maar er zijn wel indicaties dat bij reuën het mogelijk is, lang niet altijd, maar dat het mogelijk is dat ze na castratie onzeker of onzekerder worden. Omdat testosteron grotendeels wegvalt. Mm. En testosteron, dat is een hormoon dat in sommige gevallen mannelijk gedrag, haantjesgedrag kan veroorzaken. Maar testosteron is ook een hormoon dat gewoon een normale, gezonde dosis zelfvertrouwen geeft. Ja. En daar mag je af en toe wel een beetje meer van hebben. Ja. Ja, dus dat zou kunnen, hè, met een grote vraagteken, doordat hij gecastreerd is. Ja. En al een beetje dat rillerige, zenuwachtige karakter heeft. Ja. En dat hem dat af en toe net even over de klink heeft geholpen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Nou, interessant. Dus misschien wel meteen een mooi haakje naar, als je mensen zitten te luisteren en die zitten echt in die twijfel van, we moeten misschien nog even één ding. We hebben het nu deel over castreren. Alles wat we over castreren zeggen, kun je dat hetzelfde bedenken met steriliseren? Ja, dat is inderdaad wel een goeie om nog even te benadrukken. Ook in de omschrijving. Als ik iets deel daarover, dan noem ik vaak castreren en steriliseren. Zodat eigenaren van teven zich ook aangesproken voelen. Maar eigenlijk wat er in de praktijk gebeurt, is zowel bij reuwen als bij teven castreren. De term castratie wordt meer geassocieerd met reuwen, de term sterilisatie met teven. Maar in de praktijk worden ze dus eigenlijk beide gecastreerd. Castratie betekent eigenlijk het weghalen van een onderdeel van het voortplantingsstelsel. Dus bij reuwen gaat het om het weghalen van de testikels. Bij teven gaat het om het weghalen van de eierstokken. In sommige gevallen ook de baarmoeder. Tegenwoordig worden vaak alleen de eierstokken weggehaald. Omdat dan de invloed van die hormonen weg is. En steriliseren wordt het dus vaak bij teven genoemd, maar dat is het niet. Steriliseren is echt alleen het onderbreken van de verbinding. En dat is dus wat er bij mensen ook gebeurt als ze besluiten dat ze geen kinderen willen of geen kinderen meer willen. Dan wordt dus de verbinding tussen de organen verbroken. Dus dan zijn het bij de man gaat het dan over de zaadleiders, bij de vrouw gaat het over de eileiders. Dat is bij een vrouw en ook als het bij teven of bij reuwen zou gebeuren. Vrouwelijk is dat een veel zwaardere operatie, buikoperatie. Veel zwaarder dan bij, bij een reu of bij een man. Maar steriliseren is dus echt het onderbreken van de verbinding. En castreren is echt het weghalen van ofwel de testikels ofwel de eierstokken. Waardoor dus ook de hormoonhuishouding verandert. Oké. Dus steriliseren is het knipje waar ze het dan eigenlijk al zo mooi over hebben. Ja. Wordt dat ooit gedaan bij reuwen?
Nou, het is grappig dat je vraagt reuën, want ironisch genoeg wordt dat als het al gedaan wordt bij honden, wordt het juist bij reuën gedaan en niet bij teven. Dus het kan, zo'n handjevol dierenartsen dat inderdaad uitvoert. Niet omdat het zo ongelooflijk complex is, maar eigenlijk gewoon omdat ze er weinig ervaring mee hebben. Dat er weinig vraag naar is. Want we willen juist vaak bij honden, bij zowel reuën als teven, de invloed van die hormonen weg. Bij reuën vaak vanwege gedrag. En bij teven vaak om gezondheidsredenen. Ja. Nou, dus waar wij het vervolg in deze podcast ook over castratie hebben. Dat is gewoon wat vaak ook bij teefjes gebeurt. Alleen we noemen het in de volksmond steriliseren, maar dat is eigenlijk een onjuiste benaming. Ja, dus dat is even wennen voor mensen. Ik heb toch, soms noem ik het toch nog wel eens steriliseren, maar ik spreek toch eigenlijk ook echt over castreren, ook bij teven. Dus daar, Ja, dat is wel even een goede om... Waar ik ook nog wel eens vragen over krijg, hebben we ook nog wat dan bij teven dus laparoscopisch steriliseren wordt genoemd. En mensen zeggen, nee, maar ze is wel echt steriliseerd, want ze is laparoscopisch gesteriliseerd. Laparoscopisch betekent dat het middels kijkoperatie is. Dus ze kunnen een snede maken in de buik, dus een buikoperatie. Of ze kunnen met speciale instrumenten via hele kleine sneetjes met een cameraatje ook inbrengen, dat ze via dat cameraatje in de buik kijken. Dat is dus laparoscopisch, dat betekent dat. Maar dan worden ook de eierstokken verwijderd. Dus laparoscopisch steriliseren is eigenlijk ook laparoscopisch castreren. Alleen het gebeurt net op een iets andere manier. Ja, het is natuurlijk ook lastig, want als je iets weghaalt, is het ook onderbroken. Het hele ding is weg. Het voortplantingssysteem is daarmee, ook al is er iets weg, ook onderbroken. Ja, dus je zou kunnen zeggen, een hond is steriel, onvruchtbaar. In beide gevallen is het natuurlijk onvruchtbaar. Nee, en daarnet zei je al van bij teven, bij reuën wordt het vaak gedaan in verband met gedrag van de reu. En bij teven, wat zei je daar, wordt het vaak? Bij teven vaker vanwege gezondheid. Dus wat altijd naar voren komt, ook nog wel eens wat dat mensen het hebben over net de verkeerde term, dat het gaat over baarmoederkanker bijvoorbeeld. Maar wat bij teven speelt zijn melkkliertumoren. Dus eigenlijk het equivalent van borstkanker bij de mens. Mm-hmm. Dus tumoren aan de melkklieren en ontsteking van de baarmoeder. Dus melkkliertumoren en baarmoederontsteking. Dat zijn dingen die heel regelmatig voorkomen, vooral bij intacte teven. Oké. En castreren helpt daarbij. Inkomen. Ja. Dat is iets waar, en dat vind ik ook altijd wel interessant om te benadrukken, dat is iets waar eigenlijk weinig tot geen onderzoek naar is gedaan. Dus wat niet goed is aangetoond vanuit wetenschappelijk onderzoek. Maar dat iets niet goed is aangetoond vanuit wetenschappelijk onderzoek wil niet zeggen dat het niet waar is. Nee. Iedere dierenarts die je vraagt, goh, helpt castratie van teven tegen melkkliertumoren en baarmoederontsteking, zal dat beamen. Ja. En daar is ook echt wel een theoretische verklaring voor, zeg maar. Want een teef heeft natuurlijk een bepaalde cyclus, net zoals dat vrouwen dat hebben. Bij de teef is het natuurlijk wel anders. Maar een bepaalde cyclus van hormonen. Dus volgens een bepaald patroon komen er steeds hormonen vrij. Mm-hmm. Dat zijn oestrogenen en in het tweede deel van de cyclus progesteron. En oestrogenen komen vrij eigenlijk tijdens het rijpen van de eicellen, die dus uiteindelijk bevrucht zouden moeten worden. Dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Maar oestrogenen komen vrij en progesteron komt daarna vooral vrij, na de eisprong, als dus die eicellen vrij zijn gekomen. En progesteron is een hormoon dat heel belangrijk is voor het instand houden van een dracht. Dus als de teef wel gedekt wordt en de eicellen bevrucht worden, is progesteron daar belangrijk voor. Dus progesteron zorgt er ook voor dat de baarmoeder klaar is, zeg maar, voor de eicellen, voor de embryo's, voor de puppy's in wording, om in te nestelen. Oestrogenen werken onder andere in, gaan via het bloed het hele lijf door, werken onder andere in op de melkklieren. Ja. Progesteron werkt dus in op de wand van de baarmoeder. En de theorie is dus dat dan die oestrogenen, die herhaalde inwerking, iedere keer cyclus na cyclus na cyclus, die inwerking op de melkklieren, dat daardoor, en dat gebeurt lang niet altijd, maar wel regelmatig, dat door herhaalde inwerking tumoren kunnen ontstaan in de melkklieren.
En dat door herhaalde inwerking van progesteron op de wand van de baarmoeder, om hem dus geschikt te maken voor innesteling, dat daardoor ook bacteriën makkelijker kunnen innestelen. En dat dus ook meestal is, dat dus ook na een aantal cycli, na een aantal loopzeden, dat daar dus makkelijker een ontsteking kan ontstaan. Oké. Er zit een heel verhaal achter. Ja, dat klinkt echt super logisch. En is het dan, staat het dan ook in verband met dat zo'n teef dus niet drachtig wordt, maar wel de cyclus doorgaat? En dat zo'n teef dus niet zoogt, want wij hebben hem thuis en geen behoefte aan pups? Ja, in principe wel. Je zou kunnen zeggen, het niet drachtig worden is niet natuurlijk. Maar ja, drachtig, je wil dat natuurlijk sowieso niet in veel situaties. Maar ook dat kan weer andere risico's met zich meebrengen. Dus, ja. Maar dat is niet bekend, zeg maar. Of teefjes die bijvoorbeeld 1 of 2 keer een nestje hebben gehad, minder kans hebben of juist meer kans hebben op die melkkliertumor of baarmoederhals? Nee, er zijn wel theorieën over dat inderdaad beschermt. Maar dat is mij niet... Het zou kunnen, maar dat is mij niet bekend. Nee, dat daar niet van dat jij zo weet. Nee. Oké. Okay. Dat is dan bij teefjes wordt er dus vooral geconcentreerd op lichamelijke zorg eigenlijk van de eigenaren. Kan je ook wachten? Dus als je melkkliertumor hebt, dan nog iets doen? Of... Voor beide geldt dat hoe vaker een teef loops is geweest, hoe groter de kans. Mm-hmm. En dat is ook belangrijk, ook als het dadelijk eventueel over nadelen gaat, om te benadrukken. Het gaat altijd over de kans op die groter of kleiner is. En de kans op een bepaalde ziekte of afwijking is ook nog sterk afhankelijk van het ras van de hond. Bepaalde afwijkingen zijn bepaalde rassen gewoon veel gevoeliger voor dan andere. Voeding kan een rol spelen, belasting in de jonge jaren, als het gaat over afwijking aan het skelet of de activiteit dat die rustig is opgebouwd bij de puppy's. Er zijn heel veel dingen die meespelen. Het gaat altijd om de kans op een bepaalde afwijking. Even denken waar ik heen wil. Ja, volgens mij was mijn vraag... Ik had eerst over die teefjes en gedrag en castreren. Of dat je op het moment nog kunt... Dus het gaat altijd over de kans op. Ja. Voor de melkklieren geldt, stel dat je een gezonde teef hebt van 5 jaar oud. Het is een aantal keer loops geweest. Weet je, afhankelijk natuurlijk van de grootte van de teef, hoe vaak ze dan loops is geweest op de 5e. Ze is 5 jaar oud, ze is volledig gezond. Er zijn geen afwijkingen aan de melkklieren of aan de baarmoeder. En ze wordt op dat moment om wat voor reden dan ook gecastreerd. Als de baarmoeder op dat moment gezond is, dan is de kans dat er na castratie alsnog een baarmoederontsteking ontstaat, zeg nooit nooit, maar is echt, echt ongelooflijk klein. Okay. Dus in principe zit je daar dan safe. Wat wel zou kunnen, is dat door een soort van vertraagd effect er dan toch op een later moment nog melkkliertumoren ontstaan. Vanwege dus die eerdere inwerking van die oestrogenen. Oké. Okay. Ja, dus dat is dan onomkeerbaar, zo gezegd. Ja, dat kan dus een soort van vertraagd zijn. Ja. Oké, dus als jij even concreet makend, als je een teef hebt, hoe meer loopzeden, hoe meer kans op melkkliertumoren en hoe meer kans op baarmoederproblemen. Mm-hmm. Dat is wat ik jou hoor zeggen. Met als je hem laat castreren, dan wil je eigenlijk die baarmoederflora, om het zo maar te noemen, zo gezond mogelijk. Dan kan je dat bijna wegvinken van dat is dan geregeld. Maar dan blijft het melkklier. En stel dat er wel problemen zijn met de baarmoeder, dan kan er ook voor gekozen worden om ook de baarmoeder weg te halen. Ja. Check. Ja. Maar er zullen vast ook nadelen aan zitten om je teef te laten castreren, denk ik. Ja. Nou ja, niet alleen de teef. Zowel bij de reu als bij de teef zijn er nadelen. En die nadelen die zijn voor beide ongeveer hetzelfde. De voordelen zitten wat verschillen. Maar de nadelen zijn ongeveer hetzelfde. En wat vooral nadelen zijn, ik noemde het skelet al even. De geslachtshormonen. Dus die vrijkomen op het moment dat de hond in de puberteit komt. Komt dat hele systeem van de geslachtshormonen komt op gang. Bij de reu dus vooral testosteron. Mm-hmm. Bij de teven die oestrogenen en die progesteron.
En die geslachtshormonen die dragen eraan bij dat de groeischijven in de botten zich sluiten. Dus dat de lange beenderen, vooral in de ledematen, de lange beenderen, hebben groeischijven. En dat is de plaats van waaruit dat bot langer wordt, zeg maar. En die hormonen dragen eraan bij dat die groeischijven zich sluiten. En dat dat bot dus stopt met groeien, zeg maar. Dus dat het niet meer langer wordt. En wat er kan gebeuren als een hond voor of tijdens de puberteit gecastreerd wordt, dat signaal, zowel Reu als Steven, dat signaal van het sluiten van de groeischijven, veel minder sterk doorkomt. Niet dat die poten dan oneindig lang worden, natuurlijk, zeker niet. Dat zijn al die zijn nog andere factoren die daar een rol spelen. Maar het kan wel zijn dat de botten dan een stukje langer doorgroeien. Ja. En dan zou je kunnen zeggen van, nou ja, weet je, ik hoef toch niet met mijn hond naar shows en ik vind dat niet zo erg. Maar botten hebben niet voor niks een bepaalde lengte en een bepaalde verhouding ten opzichte van elkaar. Ja. En ook hier weer, we benadrukken, het gaat om de kans op. En er zijn echt heel veel andere risicofactoren. Het ras, de voeding, ja, de belasting. Echt, zijn zeker andere risicofactoren. Maar castratie kan wel een extra risicofactor zijn voor het ontwikkelen van afwijkingen aan het skelet. En dan gaat het bijvoorbeeld om heupdysplasie, elleboogdysplasie, patellaluxatie, dus het van zijn plek afschieten, zeg maar, van de knieschijf. En scheuring van de kruisband van de knie. Nou, dat zijn ook wel niet te missen dingen. Nee, precies. En dit is ook echt zo bewezen, zeg maar, dat deze dingen met elkaar in verband staan. Deze... Ja. Zijn er ook nog grote invloeden van rassen. Maar er is wel onderzoek naar gedaan, inderdaad, bij verschillende rassen. Onder andere bij Labrador's, Golden Retrievers, Duitse herders is er onderzoek gedaan. Dat die afwijkingen dus inderdaad wel vaker voorkomen bij gecastreerde honden. Oké. Okay. Van beide geslachten. Ja, dus dat is echt wel een groot nadeel voor zowel de Reu als de Teef. Zeggen we dan dat de botkwaliteit... Is het de botkwaliteit? Het is de ontwikkeling van het skelet in eerste instantie. En als een hond eenmaal helemaal uitgegroeid is en die botten zijn helemaal gevormd... dan is het natuurlijk niet zo dat hij alsnog daarna heupdysplasie ontwikkelt. Ja. Het bot is uitontwikkeld. Ja. De bot is klaar. Dat groeit niet meer, niet meer verder. Dus daar geldt juist dat je wat later zou willen castreren. Ja. Na de puberteit, als de hond volledig is uitgegroeid. En wat wel ook nog kan, je noemt kwaliteit, niet zozeer de kwaliteit van een bot, maar het zit meer in die verhouding, in die lengte. Wat wel ook nog een ander mogelijk nadeel is van castratie, is dat de kans wat groter wordt op het ontstaan van tumoren in structuren buiten het geslachtsstelsel. Dus dan gaat het bijvoorbeeld om bottumoren die net wat vaker voorkomen bij gecastreerde honden. Tumoren in de huid. Huidtumoren komen ook nog wel eens voor. Of in hart- en bloedvaten. Dus structuren buiten de geslachtsorganen, zeg maar. Ja. Oké. Het lijkt me wel ook echt lastig te meten. Want al die honden eten iets anders. En al die honden hebben een andere leefomgeving. Ja. Het is zeg maar niet dat je... Ja, dat die allemaal dezelfde voeding hebben gehad van jongs af aan en dezelfde stressoren. En dus het is natuurlijk kei moeilijk om... Nee, zeker. Dat maakt het ook echt heel erg lastig. Ja, snap ik wel. Dat begrijp ik wel. En als we kijken naar het stukje gedrag van honden. Hij markeert mijn meubels. Ik heb een Jack Russell, plast altijd tegen het dressoir als het bezoek binnenkomt. Mijn boxer die klemt zich vast aan mijn bezoek en begint te rijden. Hij valt uit naar andere reuën alleen maar. Dus ik denk toch wel echt dat castratie de enige optie is. Ja. Is dat zo? Gaat al dat gedrag als sneeuw voor de zon verdwijnen? Ja, nou ja, al dat gedrag als sneeuw voor de zon. Meestal is het antwoord helaas niet. Ook dat, nog een keer wat ik in het begin al zei. Ik denk echt dat daar... Dat je dat casus voor casus moet bekijken van wat speelt hiermee en kan het zo zijn dat hormonen een rol spelen, kan het zo zijn dat castratie helpt. Dus daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven. Maar ik denk dus echt dat je na moet gaan van waar
komt dit gedrag vandaan? Waardoor wordt dit veroorzaakt? Wat speelt hier een rol in? Als het gaat bijvoorbeeld, je noemde rijgedrag, het omklemmen van bezoek bijvoorbeeld. Rijgedrag kan voortkomen uit stress, kan voortkomen uit een seksuele motivatie, uit hormonen. Maar kan ook voortkomen uit stress. En dan heb je dus juist, het is niet gezegd, maar het zou wel kunnen dat de hond misschien al wat onzeker is, wat stressgevoelig is. En dat het dus juist verergert na castratie. Ja. Ja. Dus dat hij dat beetje zelfvertrouwen wat hij dan nog heeft om dit, wat wij ongewenst gedrag noemen, te vertonen, dan ook niet meer doet of juist erger gaat doen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. En dan heb je ook nog het markeren. Is dat iets wat drastisch minder wordt? Dat is wel interessant. Daar heb ik, ik denk tegen de tijd dat we de podcast, dat die online is, dat zeker wel beschikbaar is. Maar een vervolgonderzoek naar gedaan. Want ik heb dus mijn thesis, mijn scriptie geschreven over effecten van castratie. Daarvoor heb ik heel veel data verzameld uit een vragenlijst. En daar is in 2020 is daar een wetenschappelijke publicatie uit voortgekomen. Daar stond wat meer de eigenaar centraal eigenlijk. Dus hoe wordt de eigenaar geadviseerd over castratie? Dus ik heb mensen gevraagd, hoe heb je advies ontvangen van een dierenarts, van een gedragsdeskundige, van een instructeur? En wat was dat advies dan? En mensen ook gevraagd, hoe denk je over castratie? Dus heel algemene stellingen gegeven. Bijvoorbeeld castratie maakt een hond rustiger, ben je het daarmee eens, ja of nee? Of zei je daar wat meer neutraal in? Dus dat uitgevraagd. Dat was dat eerste artikel. En er is nu, hij is vorige maand, is hij voor het eerst online gekomen. Maar dus een tweede wetenschappelijke publicatie, Journal of Veterinary Behavior. Waarin markeergedrag, rijgedrag en weglopen centraal staan. Dat zijn een aantal publicaties waar ook die drie gedragingen centraal staan. En die ook heel vaak aangehaald worden eigenlijk als van, oh kijk, je kunt je hond laten castreren, want dit en dit toont aan dat helpt. Ja, ik weet, die zitten ook in de les bij je opleiding. Dus terwijl dat er eigenlijk helemaal niet zo duidelijk uit naar voren komt. Dus ik heb daar, dat tweede artikel, die publicatie, stelt dat eigenlijk centraal. Ja, lijkt me met het weglopen dan wel weer een... Kijk, markeren en rijgedrag kan ik ook koppelen aan alle andere situaties en setting. Maar weglopen is wel gewoon letterlijk een reu die een teef ruikt en wegloopt. Ja. Vermoed ik. Of een teef die wegloopt, want die is gewillig. Dus die wegloop vind ik wel interessant. Ja, ik denk dat ook daar weer, dat het zo afhangt van de situatie. Nou, wat we gekeken hebben in dat onderzoek, want stel dat gedrag, dat inderdaad door hormonen komt, dan zou je verwachten dat je verschillen ziet, niet alleen tussen intact en gecastreerd, maar dat je verschillen ziet tussen reu en teef. Want reuën staan continu onder invloed van die testosteron. Teven buiten de cyclus, zijn er weinig hormonen aanwezig. Dus je zou verwachten dat er verschillen zijn tussen reu en teven. En je zou bij de teven ook verwachten dat er verschillen zijn afhankelijk van het moment in de cyclus. Ja. Dus het is niet alleen interessant dan om te kijken naar verschillen tussen intact en gecastreerd, maar ook om bij de intacte honden te gaan kijken. Nou, dat is dus wat we in die dat tweede stukje, die tweede publicatie gedaan hebben. Markeergedrag, rijgedrag, weglopen. En markeergedrag, dat wisselde sterk tussen reuën en teven. Was ook nog even lastig, want hoe bevraag je dat? Dat was een vragenlijst dus, waar mensen dus op een schaal aan konden geven. In het geval van markeergedrag was dat hoeveel invloed, ik weet letterlijk zo niet de voordeling van de vraag, maar hoeveel invloed heeft markeergedrag op je wandeling? Dus eigenlijk hoe vaak moet je stoppen omdat je hond per se op dat plekje wil plassen? De antwoordschaal was op 5 niveaus, maar we hebben met de statistische analyse waren er vooral bij het markeergedrag en bij het weglopen. Dat kwam eigenlijk in verhouding te weinig voor, zeg maar, om die 5 categorieën te behouden. Dus we hebben ze in elkaar geschoven, waardoor je eigenlijk een simpele ja-nee had. Dus vertoont de hond rijgedrag ja of nee, in plaats van dat we die 5 niveaus daarin hadden. En loopt de hond regelmatig weg, ja of nee? Ja. Dus dat is hoe we dat gedaan hebben. Dus een simpele ja-nee. En bij de
reuën was dat markeergedrag. Dat kwam ongeveer 2 keer zo vaak voor als bij de teven. Dus de reuën waren echt veel meer mee bezig dan de teven. Ik weet de cijfers zo ook niet van buiten. Kan eventueel een linkje naar mijn website. Dan komt een artikel op dan. Dat je de cijfers terug kunt kijken ook. Ja. Maar markeergedrag kwam dus veel meer voor bij reuën dan bij teven. En markeergedrag was ook sterk verschillend tussen intacte en gecastreerde reuën. Je weet niet zeker of dat dan het effect is van castratie. Nee. Maar ja, het is wel interessant dat, dat het verschillend is. Maar bij rijgedrag en bij weglopen... Bij weglopen waren er eigenlijk helemaal geen verschillen. Maakte niks uit. Of dat het een reu of een teef was gecastreerd intact. Maakte niks uit bij weglopen. En bij rijgedrag was er ook, moet ik het even goed zeggen, volgens mij geen verschil tussen reuën en teven. Maar dat lag dicht bij elkaar. En wel een verschil tussen bij de reuën intact en gecastreerd. Oké. En wat was dat verschil? Maar dat lag allemaal... Dat het wel dat rijgedrag wel wat vaker voorkwam bij de intacte reuën. Oké. Okay. Ja. Oké. Wow, interessant. Zin in, dat artikel. Ja. Leuk. Ja. Heel maar wat leuk. Daar ook interessant was, was... ik zei al, ik weet zo even niet van buiten wat de precieze cijfertjes waren. Maar dat lag dus best wel dicht bij elkaar. Dus het is niet zo, de intacte reuën... volgens mij was dat 25% van de intacte reuën. Het is niet nul bij de gecastreerde reuën. Nee, interessant. Maar goed, dan zit je weer met het stukje... Wanneer is die hond gecastreerd? En hoeveel leerervaring heeft hij opgedaan? Ja, ja, dat speelt dan een rol inderdaad. Want ja. Is dat zo als je hond eenmaal een teef gedekt heeft... dat hij hek van de dam is? Ik denk dat dat minder zelfs nog is... als een hond een keer een teef gedekt heeft. Vandaar zijn juist die hormonen zijn daar belangrijk. Mijn hond was dus al gecastreerd toen ik hem kreeg. Die reageert wel op loopse teven. Ja, hij heeft nooit een teef gedekt. Hij is volgens mij vrij vroeg gecastreerd. Hij heeft daar geen enkele ervaring mee. En toch reageert hij op loopse teven. Ja, dus ik denk dat je die reactie toch wel hebt. Bij veel honden althans. Ook daar zijn ongetwijfeld weer uitzonderingen. Maar dat je die reactie toch wel hebt bij veel honden. Wat wel kan natuurlijk is dat stel dat een hond rijdt juist vanuit stress. Als uiting van stress. Dat rijgedrag toch een bepaalde kalmerende werking heeft. Ja. En dat maakt... Dat belonend werkt, zeg maar. Dat die hond daar van, als ik dit doe, dan voel ik me... Ja, precies. Ja. Voel ik me prettiger. Ja. Ja. Nou, dat is... Kijk, het is natuurlijk wel... hoe eerlijk is het, hè? Om alles intact te laten. En mijn reu was echt 3 tot 6 weken hier wel van streek. Als hier heel de wijk... vol liep met dan die loopt. Dus ook niet even allemaal tegelijk. Ja. Dat duurt dan zo na elkaar. Ja. Ik ging dan naar de natuur en dat hielp hem ontzettend. Dan ging ik niet hier lopen, maar lekker in de natuur. Maar wel dat ik ook dacht, soms, wow, is het, niet zozeer bij hem. Want ik kon het bij hem dus echt wel redden door gewoon hier weg te lopen en hier even niet te wandelen. Het uitte zich vooral piepen binnen. 'S morgens vroeg piepen dat hij naar buiten wilde. Mm. 'S avonds laat piepen dat hij echt nog zijn laatste rondje wilde. Een beetje pieperigen. Maar dat was dan 3 weken, 4 weken. En dan waren we daar echt wel doorheen. Ja. Toen dacht ik, dat was dan 1, soms 2 keer per jaar. En hij was niet zo stoer. Dus ik had graag dat beetje testosteron er wel in zetten. Hij was erg angstig. Dus ik heb ervoor gekozen om hem intact te laten. Maar... als ik nu om me heen kijk, vooral ook honden van cursisten. Soms zijn ze zo gefrustreerd omdat ze onbegrepen zijn door de eigenaar. Mm. En dan ruiken ze ook nog van alles buiten waar ze ook niks mee mogen. Waardoor het soms voor mij een beetje voelt alsof het frustratie op frustratie op frustratie wordt. En ook, hoe eerlijk is het dan om hun te laten dealen met al die hormonen? Het is echt een moeilijke afweging soms. Ja, ik denk precies dat het dat is inderdaad, een moeilijke afweging. En dat het dus ook echt heel erg afhangt van de situatie. En dat er ook nog steeds wel verschillen zijn. Want in principe, iedere gezonde intacte reu reageert op een loopse teef. Dat is logisch, dat is gewoon belangrijk voor het voortbestaan van een soort, voor de voortplanting. Maar ik denk dat daar wel verschil in zit. Dat de ene reu makkelijker denkt van, oké, dan niet. Dat hij daar makkelijker mee om kan gaan.
En dat andere reuien veel meer van slag zijn en veel moeilijker eruit te halen zijn. Ja, en dat dus ook meespeelt. En ja, is het dan voor deze reu beter om intact te blijven? Of zou castratie wel rust geven in deze situatie? Maar dat zou natuurlijk interessant zijn om eigenlijk al bij puppy's uit te zoeken. Ik kan me ook voorstellen, maar nu ga ik heel erg intuneren. Of heel erg visualiseren. Stel dat we puppy's gaan, dat we twee soorten pups gaan opvoeden. Heel erg gericht op commando's en regie van de eigenaar. En doen wat ik zeg. En en een stuk dus zelfbeheersing en zelf keuzes mogen maken. Dat we ze de uitleg geven. En dan kijken welke van die twee honden wordt neurotischer en dwangmatiger van ik moet naar die teef, ik moet naar die teef. Dus zit dat in ook niet een stukje hoe ze het eerste jaar... Je hebt toch van die filmpjes op Facebook, daar zet die moeder een taartje neer, er zitten drie kindjes. Dan zegt ze, als je er afblijft, mag je daar helemaal op eten. En dan loopt die moeder weg. En dan heb je kindjes die zitten zo, en dan weer te wiebelen. En ze hebben kindjes die toch even zo die vinger doen. Mm-hmm. Maar dat is dus al op jonge leeftijd gevormd. En sommigen zitten heel keurig te wachten, want die denken, ik wacht gewoon uit. Ja. Dus je hebt daar een hele, is dat beheersing of is dat geduld? Of al vooruit kunnen beredeneren, whatever het ook is. Ja. Het is wel een controle even beheersen. Want je proeft hem al, dat taartje als kind zeker. Zou ik ook een interessant vinden. In hoeverre is het geven van keuzevrijheid aan honden... dan helpt een reu dat omdat die fixatie van een loop teef af te halen... Ik zie daar, als ik nu een paar honden voor me zie... Ik zie daar wel een lijn in. Honden die bijvoorbeeld ook al neurotisch zijn naar aanhangers... en neurotisch zijn naar bezoek. En bezoek gaan controleren als dat binnen zit... hebben ook de neiging als er een loopsteef in de buurt is... daar heel hoog. Dat is gewoon hun manier van omgaan met als ze iets willen en niet kunnen. Ja. Ik zie een mooi vervolgonderzoek. Ja. Er is nog zoveel onderzoek dat gedaan moet worden. Ja. Haal je dat allemaal in dit leven? Ik denk het niet. Nee, maar ik moet er zo maar over nadenken. Ik kan me voorstellen dat het wel... Dus dan hebben wij als mens door onze opvoeding er alweer invloed op. Mm-hmm. Ja. Zou kunnen. Ja, zeker. Dat is het dan, hè? De kans op het zou kunnen. Ja, speculeren, precies. Dat was het woord. Nee. All right. Ik heb daarin nog wel een leuk... iets wat ik zo wil zeggen. Je hebt bepaalde rassen. En ook niet-rassen, zoals doodles. Die al best jong geholpen worden. Want als het voor pleit. Waar moeten we rekening mee houden met deze honden die al zo jong gecastreerd worden. En soms natuurlijk ook uit het buitenland puppies die al geholpen zijn. Als jij zo'n hondje in huis hebt zitten. Wat kunnen deze mensen dan nog doen voor dat stukje skelet bijvoorbeeld? Niet zoveel eigenlijk. Voorzorgsmaatregelen niet anders zijn dan met iedere pup. Belasting rustig opbouwen, afhankelijk van de leeftijd. Niet te snel, niet te veel. Niet te veel achter balletjes aan. Gekke, snelle bewegingen. Maar als het echt gaat om castratie van pups... Dat gebeurt inderdaad wel onder andere bij doodles. Kan dat lang niet altijd, maar het kan wel. Dat ze inderdaad al gecastreerd worden voordat ze naar de nieuwe eigenaar gaan. Dat is eigenlijk nooit in het belang van de pup. Dat gaat echt om het beschermen eigenlijk van verdiensten. Dus dat er met de honden sowieso niet gefokt kan worden. Want stel dat ze toch net al geslachtsrijp zijn. Dat je zegt van ze moeten voordat ze één zijn moeten ze gecastreerd worden bijvoorbeeld. Ja, het zou kunnen dat ze daarvoor toch wel een nestje, dat mogelijk is. Dat ze toch wel een nestje verwekken of krijgen. Dus waar leg je die grens dan? Dat is dan een afweging voor zo'n fokker. Eigenlijk gaat het daar echt om het beschermen van de mogelijkheid om te fokken met het dier. Met dat ras, met die lijn. Dus om verdiensten, wat je net al zei. Ja, eigenlijk gaat het daar om verdiensten dan. Ja. Maar in het, dus niet vanuit het belang van de pup. We weten dan, de skelet en gedrag kan daar invloed op hebben. Er is een kans op. Ja. En met suppletie of zo is daar iets bekend dat je iets kan opvangen of kan doen. Supplementen voor de... Je hebt allerlei botondersteunende supplementen. Maar je kunt dat niet volledig. Natuurlijk, het speelt allemaal een rol. En ook goede voeding, goede samenstelling speelt allemaal een rol. Maar je kunt dat niet volledig uitwissen dan dat effect.
Maakt dat ook dat die honden vaak, nou ja, eigenlijk wel vaak, ook wat moeite hebben met eten, wat gevoelig zijn voor spijsvertering? Kan je daar een haakje leggen of is dat een lekkere haak? Het zou kunnen, maar ik niet met jij, heb daar niks over. Niks over onderzocht. Niks over gevonden. Niks. Nee. Nee, maar ja, het kon zijn. Ja. Ik heb nog wel een leuke casus, leuk iets wat ik met je wil delen. Kono en ik hebben een periode op een boerderij gewoond waar twee hondjes uit Spanje zijn gekomen. Beb en Dien. Beb was 9 maanden toen zij in Nederland kwam en Dien was al 2 jaar. En Dien had ook een nestje gehad. Mm-hmm. Allebei geholpen naar hier. Maar Beb was 9 maanden, was hier, was ze dus al, ze zeiden gesteriliseerd, ik weet niet, gecastreerd. Ja, we weten het niet. Ja. Maar Beb werd ouder en Beb en Kono waren echt vrienden, echt maatjes, echt heel leuk. En op een dag zag ik wel al hem al zo kwijlen bij die hond en likken. En dat ik dacht, dat kan echt niet hoor, maat. Ik weet niet wat jouw probleem is. Okay. Dus ik ben de koeien gaan voeren en ik kom terug. We deden de koeien al het voeren en dan gingen we met de honden wandelen. Dus ik kom terug en ik wil gaan wandelen. En alleen Dien was er. Dus ik dacht echt, waar is mijn hond? Echt, mijn Kono. Die is nog nooit weg geweest een meter uit mijn zijde. Dus ik dacht echt, waar zijn die? En nou, 's morgens hadden ze stro gebracht op de boerderij. Dus het achterste hek stond open. Dus ik helemaal in paniek van, wat is dit nou? En waar zijn die honden naartoe? Hmm. Dus ik nog op mijn boerderij groot land. Ik overal kijken, roepen, zoeken. En ik kreeg ze echt niet gevonden. Nou, helemaal tranen in mijn ogen. Ik rondrijden. Nou, helemaal echt 6 weilanden verder op een zandpad stonden ze in elkaar. Met de billen tegen elkaar. Toen dacht ik, jullie kent mij zeggen wat je wil over Beb. Maar mijn hond liegt niet hoor. Mijn reuk gaat niet liegen als zij, weet je wel? Ja. Dus uiteindelijk heeft zij een echo of weet ik veel waar wel laten onderzoeken. Want ik was heel veel daar. Was gewoon onhandig. Dit was niet handig, zeg maar. Nee. En wat ze ons verteld hebben, toen ze uiteindelijk dus echt gecastreerd is, was dat, dat ze vermoeden hoe het eruit zag, dat ze een stuk eierstok hebben laten zitten. Wat weer een soort van is aangegroeid. En er zaten ook geen pups in. Dus dat was allemaal niet gelukt. Terwijl het was in de loop van die dagen. Ja, het was niet aan te beginnen met die twee. Nog wel vaker voorgekomen. Dus wij dachten, ja, er zitten zeker pups in. Kan niet anders. Nou ja, dat was dus niet, zegt de dierenarts. Mm. Maar dat was al terwijl we haar baarmoeder lieten verwijderen. Dus ik weet niet of een dierenarts, als hij daar dan erachter komt, het nog zou zeggen. Wat heeft dat dan nog voor meerwaarde? Ja. Weet ik niet. Maar die zei dus van, nou, ze is zo jong geholpen dat het vermoedelijk een stuk weer is aangegroeid. En ze dus ook heel die geur weer heeft. Want ze had dus ook af en toe bloeddruppels. Gewoon loopsheid. Toen dacht ik, wow, moet je je voorstellen hoe graag dat voortplantingsmechanisme, hoe sterk dat is. Ja, dat is ontzettend sterk. Goed gereguleerd inderdaad. Omdat het zo belangrijk is voor het voortbestaan van de soort. Ja. Echt zo. Nou, echt bizar. 1, dat mijn hond kwijt was. En 2, dat ze aan elkaar zaten. Ja. En ik dus googelend, hun vasthoudend. Googelend van hoe lang duurt dit? Nou, dat kan gewoon een half uur duren. Ja, dat kan echt lang duren, ja. Nou, daar stonden we hoor. In the middle of nowhere. En mensen voorbij, mijn andere honden. Ja. Echt een slecht verhaal. Maar toen kwam het. Mijn reu, Kono, ging s'avonds, lag zij gewoon te slapen. En hij dacht, ik wil nog een keer. Zij lag gewoon echt te slapen, dat kon niet meer. En toen ging hij alle bordjes en alle speeltjes die wij in de boerderij hadden verzamelen en bij haar leggen. Okay. Dat was echt zo schattig. Want hij was helemaal niet zo heel speels. Dus en toen uiteindelijk plofte hij ook neer. Maar ik heb daar dus wel, na die drie, ik denk dat het 3 dagen duurde, dit hele riedeltje. Ik heb daar wel echt een hele andere reu aan overgehouden. Okay. Hij werd daar wel op een goede manier rustig, kalmer. Okay. Kon dingen daarna ook beter laten. Ik vond het voor hem altijd echt een positief effect, hoe raar het misschien ook klinkt. Maar dat is wat ik van één van mijn eigen hond gezien heb natuurlijk. En ik had de pech, hoe je het wil noemen, dat het zo liep. Ik vond dat echt bizar. Dat we dachten, nee, die school hebben we zo gekregen uit Spanje. Nou, mooi niet. Stel je dat allemaal naar 9 van die winkels die hadden gelopen. Ja. Het kan allemaal, hè? Ja, mooi. Ik er net even terug. Zei er nog iets waar ik even op terug wilde pakken?
Oh ja, de adviezen van gedragstherapeuten, dierenartsen. En daarmee zei ik dat onderzoek ook gekomen van weglopen, rijgedrag en markeren. Waarom denk je dat dierenartsen, professionals, ja, toch redelijk makkelijk of juist heel moeilijk. Het is heel zwart-wit, heb ik een beetje idee. Of het is, nee, niet doen. Hmm. Of het is, ja, doe maar eens fijn voor dit en dit. Wat maakt dat er zo of makkelijk of moeilijk gedaan wordt over castratie? Ja. Ja, lastige vraag. Sluit wel aan ook bij de vraag die ik krijg van maar ben je dan voor of tegen castratie? Er zijn gelukkig ook heel veel mensen die er ongeveer hetzelfde in staan dan als ik. En wel dat af laten hangen van de situatie. Ik weet niet, ik denk dat het ook voor iedereen verschilt. Ja. Wat maakt dat je er zo in staat? Er zijn nadelen van castratie. Stel dat je... ik kan het relativeren van... bij mijn hond, hij doet dit en dit. Hij heeft knieproblemen ook. Hij heeft geen goed skelet. Dat kan door die castratie komen. Maar ik kan dat wel relativeren van... het is een Labrador... Een aantal van zijn broers is vooral reu in het nest. Een aantal van zijn broers heeft ook nogal wat problemen gehad. Misschien komt dat helemaal niet door die castratie. Maar het kan natuurlijk ook als je zoiets meemaakt en je bent je daar minder bewust van. Er zijn ook heel veel andere factoren die meespelen. Dan zou het ook kunnen dat je zegt van mijn hond heb ik dit meegemaakt. Dus ik sta er nu zo en zo in. En dat is ook echt iets om rekening mee te houden in advies. Zeker als het een situatie is... waarbij het gewoon echt een lastige keuze is, echt wel voor- en nadelen heeft. Ik bied inmiddels ook, ik geef dus lezingen. In eerste instantie hadden we een lezing voor zowel twee verschillende lezingen. Eentje gericht op professionals, eentje gericht op eigenaren. Waar ik ook meer inging op, wat moet je met je eigen hond? Maar dan had ik de lezing en dat moest dan maar net uitkomen voor mensen. En vervolgens had ik ze na de hand nog wel een half uur aan de telefoon. Dus inmiddels heb ik niet meer de lezing voor eigenaren, maar heb ik de mogelijkheid om een consult, een adviesgesprek te regelen via mijn website. Om dus echt op de situatie in te gaan. En dat werkt echt heel goed, merk ik. Dat wordt ook heel erg gewaardeerd. En dan gaan we dus ook na van wat zijn de voor- en nadelen en wat werkt in deze situatie. Ja. En ik heb dus ook adviesgesprekken gehad waar ik zei van ik zou het hier toch niet doen. En ook als gesprek gehad van hier lijkt het me wel een handige keuze. En wat dan voor mij ook meespeelt, kijk, stel dat het specifiek is nog niet voorgekomen, maar stel dat er iemand is die zegt van dit is mijn teef, mijn vorige teef, weet ik veel, is overleden aan een baarmoederontsteking, want dat kan gewoon. En dat wil ik echt nooit meer meemaken. Nee, dat snap ik. Dan is dat een argument om te zeggen van maar dan gaan we toch. Dan neig je misschien toch meer naar wel kasteren om in ieder geval dat niet meer mee te maken. Stress bij de eigenaar. Mooi dat je die aanhaalt, want dat zijn ook een beetje mijn drie pijlen, hoor. Als ik met mensen en honden werk, is het eerste eigenlijk inderdaad het verhaal van de eigenaar. Als iemand zo bang is voor melkkliertumoren, maar echt zo bang is, dan in hemelsnaam laat die hond helpen. Ik geloof dat een rustige eigenaar op dat vlak dan beter is dan voor die hond, dan doortobben. Maar ook inderdaad de sprookjes van gedrag, hè, van een beetje nuanceren. Van, ik denk niet dat het helemaal wat jij nu helemaal wegneemt. We kunnen het gaan bekijken, maar het is niet zeker dat. En als het medisch nodig is. Ik had nu toevallig vanmorgen iemand, was dat de app? Zij had heel veel problemen met blaasgruis en blaasproblemen. Ik moet nog uitzoeken of dit verhaal, waar is, maar hij kwam vanmorgen, dus ik heb hem nog niet kunnen uitzoeken. Maar blaaskruis, urineproblemen, heel veel rijgedrag, hele hypere hond, heel rillerig. En zij zei uiteindelijk bij de dierenarts een vergrote prostaat. Die drukte dan op de blaas en dat maakte het allemaal wat moeilijker. Okay. Dus nu heeft ze hem chemisch gecastreerd. Die hond is dus wel echt heel erg veranderd in gedrag vanuit die vergrote prostaat. Dus ik denk dat je het medisch moet doen, dat je dan... Dat volgens mij altijd moet overwegen. Ja, dat zijn helemaal moeilijke situaties. Want het vanuit een gezonde hond beredeneren is nog één punt. Maar stel dat je... Dat is gewoon echt heel erg moeilijk. Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Stel dat je een hond hebt, een reu hebt...
Die onzeker is, die je liever niet wil laten castreren, maar die een bepaald medisch probleem heeft. Dat kan probleem verroting van de prostaat zijn, kan ook zijn hele hevige, hardnekkige, iedere keer terugkerende ontsteking van de voorruit. Komt ook nog wel eens voor. Ja, en dan zou je eigenlijk kunnen castreren, maar vanwege gedrag eigenlijk toch liever niet. Ja, dat is echt een dilemma. Ja, ik heb daar ook geen pasklaar antwoord op. En die vergrote prostaat, kan het in theorie op die blaasdruk en blaaskruis geven? Als je gewoon even... Ja, is dat een plausibele verhaal? Ik ben geen dierenarts, maar ik... Ja, dat klinkt mij niet heel vreemd in de oren. Zo. Nou ja, die vergrote prostaat had kunnen we ook. Niet te ernstig. Er zijn gradaties voor, zeg maar. Die kunnen ze gewoon opmeten. Ik hoor het bij heel veel reuën. Intacte reuën die dan een vergrote prostaat hebben. Bij hem ben ik erachter gekomen omdat hij af en toe bloed druppelde. Daar was ik heel erg van geschrokken. En toen vergrote prostaat. En toen ben ik uiteindelijk wel natuurgeneeskundig en homeopathisch aan de slag gegaan. Kruiden, weet ik veel wat allemaal. En daar hebben we het wel mee onder controle gekregen. En de dierenarts kon mij niet uitleggen wat dat bloed nou te maken had met die vrouw. Ik heb het echt 26 keer gevraagd. Hè? Ik zeg, leg me dan uit hoe daar bloed uitkomt. Ten opzichte van die vergrote prostaat. Je moet het me uitleggen. Ja, het is gevaarlijk voor als het terugloopt en infecties. Ik zei, ja, dat snap ik. Maar waar komt het vandaan? En toen uiteindelijk heb ik een dierenarts gevonden die me kon uitleggen. Of ja, die had een soort van idee daarover. En die zei, het kan zijn dat door de prostaat dan even een groeitje maakt. Waardoor er een adertje knapt. En dat hij druppels bloed geeft. Toen dacht ik, dit zou ik kunnen snappen. Of het dat is, ik heb geen idee. Maar dat wilde ik wel geloven. Oké. Dus dat heb ik meegemaakt. Maar ook letterlijk dat ik bij de dierenarts stond voor die bloeddruppels. En letterlijk vroeg, leg het dan uit. Hoe zit dit, zeg maar. Dat kon hij niet doen. Hij zegt, maar als ik dit spuitje geef, zei hij. Als ik dit spuitje geef, dan houdt het op. Ja. Toen zei ik, oké, maar wat is dat spuitje dan? Nee, ja, een beetje, dat moet je zien als een soort prostaatverkleiner. Toen dacht ik, ik ga thuis even overleggen. Ik heb namelijk ook, dat is ook interessant. Ik heb een man thuis zitten, vindt er ook wel van natuurlijk. Dat is heel vaak, hè? Mannen die vinden er ook wel van. Zeker. Op dit vlak. Ja. En Rob zei, bel maar terug. Hij moet uitleggen wat dan is. Had ik assistent aan de telefoon. En toen zei ik, ja, ze wilden me een spuitje geven voor prostaatverkleining. Iets, leg eens uit. Oh ja, dat was een chemische castratie. Ik zei, wat? En die had hij al eruit. Hè? Dus die had hij dan weg kunnen gooien. Want ik zei, nee, dat gaat te snel. Ik moet het thuis overleggen. Anders had ik gewoon mijn hand chemisch gecastreerd mee naar huis gehad. Ja, het gaat wel een beetje snel. Dat, Ik vond het echt heftig. Dat vond ik echt heftig. Dus daar ben ik ook nog mee teruggegaan. Maar dat heb ik ook nog gehad. Want hoe sta je daar ten opzichte van? Als je dan castreren overweegt, is chemische castratie dan een fijne tussen uitprobeersel? Altijd als ik dat zeg dan in een lezing, dan zegt er iemand, ja, maar ik weet van een situatie waarin dat niet zo was. Nou, er zijn altijd uitzonderingen. Maar in principe geeft een chemische castratie wel een aardig beeld van de effecten van een uiteindelijke chirurgische castratie. Dus in veel gevallen is dat inderdaad wel een goede test. Bij teven kan het helaas niet. Dat is geen alternatief voor teven. Bij reuien kan het wel. Wat ik wel altijd toch nog wil benadrukken. Ik hoor vaak van, chemische castratie kan geen kwaad. Dat is toch van voorbijgaande aard. Dat klopt. Dat implantaat dat werkt op een gegeven moment uit. Maar het heeft lichamelijk hetzelfde effect als een chirurgische castratie. Het is geen sterilisatie. Het is niet alleen het onderbreken en alles blijft gewoon intact. Echte hormonen worden sterk verminderd. Dus als een chemische castratie wordt gegeven voor of tijdens de puberteit, kan dat alsnog blijvend effect hebben voor het skelet. Dat die botten, dat hele verhaal wat ik vertelde, dat die botten toch door die chemische castratie, door dat signaal wat trager doorkomt, dat wat geslachtshormonen onderdrukt, dat die botten toch wat langer doorgroeien, bijvoorbeeld. Dus zo kan een chemische castratie wel blijvende effecten hebben. Wat ook zou kunnen, de castratie op zich is van voorbijgaande aard, maar stel dat je inderdaad een hond hebt die wat onzeker is en de chemische castratie pakt niet goed uit. Het was toch echt inderdaad onzekerheid. Het wordt nog wat erger, het probleem wordt groter. Als hij in die tijd van die chemische castratie dan een aantal sterk negatieve ervaringen opdoet, dan kan toch dat leereffect ervoor zorgen dat
ja, die periode van die chemische castratie, dat die blijvende gevolgen heeft. Mm. Ja, dat zullen mensen nog wel eens niet bedenken. Ja, ja, dus ja, het is in principe een goede test. Maar ben er alsnog wel voorzichtig mee. Ja, dus, ja, ja, ik snap het. En ik vind chemische castratie ook al zo'n heftige naam. Ja. Hadden we daar niks leukers voor in bedenken. ja. Wat ik zie, en dat wil ik gewoon zeggen, want ik zie genoeg honden heel het jaar door, jaar in, jaar uit. Chemische castratie, bij de uitwerking ervan, zie ik grote problemen met spijsvertering. Oké. Okay. Echt zieke honden, jeukerige honden, hele heftige reactie. Wat vaak niet gelinkt wordt meer aan de chemische castratie. Oké. Okay. Dan zijn de ballen nog echt klein. En zodra die opkomen, bijna, dat weer terugkomen. Mm-hmm. In dat proces zie ik ze echt even heel ziek worden. Met echt spugen, diarree en jeuk. Dat zijn eigenlijk drie dingen die ik heel veel zie. Dat heb ik bijgehouden in mijn eigen... Dat is dan wel echt mijn bubbeltje van mijn cursisten. Maar ik ben het bij gaan houden. Omdat ik benieuwd was. Ik zag het één keer, toen legde ik het linkje. Dacht ik, ja, dat is één hond. Doe even normaal. En toen ben ik het bij gaan houden. Ik zie het echt heel veel. Ja. Ja, ik zie dat echt heel veel. En daarna ook gewoon er doorheen. En dan gaan ze weer goed, hè. Maar die periode overbruggen, dat is echt wel... Ja, dat is wel wat ik nog zie. Ja, dat is over chemische castratie. Mooi, ja, dat zie ik ook wel veel, hoor. Dat mensen dat even uitproberen. Dan alsnog overgaan. Tot de grote castratie, om het zo maar te zeggen. En misschien toch ook nog even, omdat je het zei in relatie tot de vergroting van de prostaat. Want dat komt inderdaad vaak voor bij een tachtereu, dat klopt. Mm-hmm. Naar schatting heeft zelfs tot 3/4 van de vooral oudere reuën dat. Ja, en wat is dan een oudere hond? Ja, hangt natuurlijk ook af van de grootte van de hond. Een hele grote hond is met 8 jaar al bejaard en een kleine hondje met 12 of 13 pas. Maar dus een oudere reu, hoe ouder, hoe groter de kans. Maar dus tot 3/4 van de reuën is de schatting. Maar vergroting van de prostaat gaat om een goedaardige vergroting, zeg maar. Iets wat niet uitzaait en wat wel dus op andere organen kan drukken. Wat wel gevolgen kan hebben, symptomen kan geven. Maar wat niet in één keer gaat uitzaaien en op die manier problemen veroorzaakt. En zo'n vergroting van de prostaat kan dus ook, als je daar iets aan gaat doen op het moment dat dat ontstaat, dat is prima. Ja. Dat kun je gewoon behandelen op het moment dat het ontstaat. Ja. Dus dat is iets dat vaak voorkomt, maar wat niet ontzettend ernstig is in de meeste gevallen. Bij gecastreerde reuën komt juist vaker, castratie helpt daar vaak bij, dat die prostaat dan weer verkleint. Bij gecastreerde reuën heb je dat dus veel minder vaak, die vergroting van de prostaat. Maar wat bij gecastreerde reuën wel wat vaker voorkomt, is kwaadaardige prostaattumoren, zeg maar. Anders kan ik het eigenlijk niet voor, de kwaadaardige tumor in de prostaat. Dus dat is eigenlijk dan die afweging. Je zou denken van, voor de prostaat is het dus eigenlijk juist goed om te laten castreren. Eigenlijk dus niet vanwege die kans op prostaattumoren. Ja. Bij juist de gecastreerde reuën. Ja, nou, dat is nog een goede en nadelenrijtje. Ja. Die moesten nog even bij. Ja. En die voorhuidontstekingen, dat zijn voor de reuën-eigenaren lekker die druppels door heel je huis. Wat is jouw visie daarop? Ja, het is altijd een afweging. Er zijn reuën die dat zo hevig hebben, die daar ook zelf zoveel last van hebben, daar alleen maar aan het likken zijn, alleen maar pijn en hebben, alleen maar mee bezig zijn. Ja, in sommige gevallen is het daarvoor nodig ook echt wel te rechtvaardigen om dan te zeggen van, nou, dan laten we castreren. En er zijn ook situaties waarin dat prima te handelen is. En schoon te maken en gaat het weer over. Dus dat is ook heel erg afhankelijk van het individu, van de situatie. Want zie jij dat dit met castreren altijd oplost? De gedruppel? Ook daar dus zal niet zeggen altijd. Meestal is dat wel gelinkt aan de hormonen, inderdaad. Als dat om een ontsteking gaat. Okay. Ja, ik heb het dus nu van dichtbij 3 keer meegemaakt. Dat is helemaal niet hielp. Okay. De honden waren dan wel chemisch gecastreerd. Maar dat de druppelen bleef dus eigenlijk gewoon. Okay. Maar meestal zie ik het ook wel, dat het dan drastisch minder wordt of af en toe nog. Ja. Er wordt in ieder geval wel altijd aan gedacht vanuit. Misschien heeft het daarmee te maken. Ja. Maar wat ik ook zie is dat honden, als je die wat gevarieerder eten gaat geven, vaak wat meer met groentjes ook gaat werken, zie ik het ook minder worden.
Okay. Dus daar, ik vind dat drupverhaal ook echt een voeding. Daar kan je met voeding ook echt mooie dingen mee. Niet in alle gevallen. Maar daar zou ik, als mensen er thuis last van hebben. Last de honden heb ik daar last van. Dus de eigenaar, zeg maar zo. Ja, ja. Is daar wel echt iets om de weerstand omhoog, immuunsysteem omhoog. Daar heb ik sommige honden ook wel mooie veranderingen in zien doormaken. En supplementen, ook wel eens gezien. Dus dat is misschien nog een goede voor thuis. Zullen we eventjes even kijken hoe laat we leven? Ja. Ik vind het leuk om een soort van heel kort teven voor nadelen verhaal en reuën voor nadelen verhaal over castreren. Mm-hmm. Gewoon even een beetje schematisch samenvattend besprekend nu te doen. En dan vind ik het leuk om vanuit daar 2 of 3 casussen aan je voor te leggen. Gewoon even heel plat. Jack Russell doet dit. Wat vind jij? Dat mensen even meegenomen worden als ze zo'n soort hondje thuis hebben. Dat het een beetje visueel maken. Dat is heel plat, dat begrijp ik. Maar dat vind ik leuk om ermee af te ronden. Ja, prima. Dus samengevat voor de thee. Voor- en nadelen wat betreft castreren. Voordelen als we beginnen bij de gezondheid. Voordelen, kleinere kans op melkliertumoren en baarmoederontsteking. En dat zijn echt wel zwaarwegende argumenten waardoor ze het overgrote deel van de dierenarts echt nog wel aanraadt om te even dus inderdaad te laten castreren. Nadelen, skelet. Dus vooral speelt dat bij castratie voor of tijdens de puberteit, dus op relatief jonge leeftijd. Een wat grotere kans op tumoren in andere structuren dan de geslachtsorganen. En wat bij teven, wat we nog niet ter sprake hebben gehad, wat ook nog wel een rol kan spelen, is dat vooral bij castratie voor de eerste looptijd en vooral bij wat grotere rassen, incontinentie kan ontstaan, urine-incontinentie. Dus eigenlijk het verliezen van druppeltjes urine. De kans daarop is kleiner als in ieder geval 1 loopsheid wordt doorgemaakt, zeg maar. Mm. En dat is bij een groot deel van het dierenarts inmiddels ook het advies om dus wel 1 loopsheid te laten gebeuren. En daarna pas te laten castreren. Dat zijn de belangrijkste punten voor de gezondheid bij de teven. Gedrag bij de teef. Teven worden niet zo vaak vergeleken met reuzen gecastreerd vanwege gedrag. De invloed lijkt ook wat kleiner te zijn. Het effect lijkt wat minder groot te zijn. Neem dat met een korreltje zout. Er zijn natuurlijk enorme individuele verschillen mogelijk. Maar het lijkt wat minder invloed te hebben op het gedrag van teven. Wat wel belangrijk is, of belangrijk kan zijn bij sommige teven. Als ze al wat, daar worden verschillende termen voor gebruikt, maar als ze al wat feller zijn, wat reactiever zijn, zeg maar. Dan zou dat wat kunnen verergeren na castratie. Dat is wel, kan een reden zijn om toch wat voorzichtig te zijn en die teven dan niet te laten castreren als dat een optie is. Want je moet natuurlijk ook altijd, we hebben het eigenlijk vooral nou over gezondheid en gedrag. Ik heb ook wel eens de vraag gehad van maar iedereen laat toch gewoon castreren vanwege de vruchtbaarheid. Dat denk ik niet, want als het puur en alleen om vruchtbaarheid zou gaan, dan waren we wel gaan steriliseren, denk ik. Want bij de mens, als je, het in het begin over hebben gehad, als je besluit ik wil geen kinderen of geen kinderen meer, dan laten we ook niet organen weghalen. Dan gaat het alleen om het onderbreken van het geslachtsstelsel. Dus als het puur alleen om vruchtbaarheid was geweest, dan vermoed ik dat we toch dat bij honden ook waren gaan onderzoeken. Dus we willen juist ook echt wel die hormonen weghalen bij de hond. Dus dat was eigenlijk het verhaal voor de teef. Maar er zijn natuurlijk echt ook genoeg situaties waarin die onvruchtbaarheid echt wel meespeelt. Voor de reu dan zijn de nadelen eigenlijk grotendeels hetzelfde. Ook weer de effect op het skelet en de tumoren buiten het geslachtsstelsel. Nadelen ook nog die prostaattumoren die ik genoemd heb. De voordelen zijn toch echt minder talrijk bij de reu. En dat is ook waarom, ook tussen dierenartsen zijn er natuurlijk verschillen. Ja. Maar waarom veel dierenartsen toch inmiddels nee tenzij beleid hebben eigenlijk. Ja. Dus bij een gezonde reu, over een gezonde reu natuurlijk. Bij een gezonde reu, dat er eigenlijk ook echt wel nadelen zijn. En dat die niet altijd opwegen tegen de voordelen. Voordeel is wel dus het verminderen van die
goed aan. Een vergroting van de prostaat. Dat komt vaak voor, maar dat is niet zo'n heel heftig probleem over het algemeen. Vermindering van vooruitontsteken. Ja. Dat was, was de gezondheid en gezondheid van gedrag. De reu. Ja, en gedrag van de reu, dat ligt wat lastiger. Omdat ze continu onder invloed staan van testosteron. Testosteron wordt ook nog een klein beetje aangemaakt in de bijnieren. Dus het is niet zo dat een gecastreerde reu helemaal nul testosteron heeft. Maar die daling is zo drastisch. Dat is zo hevig dat veel reuën daar toch wel... iets wat in veranderen in gedrag. En meer gemiddeld genomen dan de teven. En waar je vooral voorzichtig moet zijn is bij reuën die al wat onzeker zijn. Omdat onzekerheid wel erger kan worden na castratie. Ja. Okay. Lang niet altijd, maar kans, het kan wel. Ja. Het is weer het kans op verhaal, hè? Ja. Ja, helder. Oké. Okay. Nou, ik denk dat het duizelt bij de mensen thuis. Ja, ze kunt gelukkig terugkijken. Ja, even terugspoelen en dan... Zeker. Ja. Voordat we naar de casussen gaan, waar kunnen mensen meer over jou vinden, leren, weten, lezen? Op mijn website. En dan kunnen ze eventueel ook, want de casussen is dus heel interessant. Maar ik bied dus ook de mogelijkheid om daar gewoon over de eigen hond een gesprek aan te gaan. Superleuk. Dus dat is op mijn website. Ik denk dat je die misschien ook in de beschrijving kan zetten. Maar mijn bedrijf heet Dog Knows. Knows is dan K-N-O-W-S. Dus van weten. En dan met een streepje ertussen. Dus www.dog-knows.nl. Nou, mooi. En daar komt ook het artikel op, zei je net. Ja, een artikel over dat nieuwe onderzoek. Ja. Geef maar een seintje als je een stukje van blog en dan kun je dat vinden. Superleuk, superleuk. Alright, ik ga een casus. Ik bedenk hem ter plekke, hoor. Het is niet goed. Dat ik zo voorbereid ben dat ik... We gaan toch voor de Jack Russell. Oké. We hebben een Jack Russell met een Jack Russell hinkje. Mm-hmm. Huppeltje. Die echt heel hard trekt aan de lijn en heel erg uitvalt. Stepjes met kinderen najaagt. En in huis als er bezoek komt, dan plast hij tetra zwar aan. En deze mensen zijn dit hyperhondje echt zo beu. Dat ze met de vraag bij mij kwamen van castreren of niet. Ik zei, nou wacht even. Ik ga met Pascal het gesprek. Ik leg de casus even voor. Ja. Nee, ik word even heel uitgegroot. Dit is een verzonnen casusje. Maar dat mensen een beetje leren hoe ergens over na te denken. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Ja. Wat gebeurt er als je dit zo hoort... bij jou, zeg maar. Wat moet jij nog weten? Nou ja, ik denk dat je sowieso... maar dan gaan we een heel stuk terug. Dat je sowieso een hond moet hebben die gewoon goed bij je past. Ja, een Jack Russell. Als je zegt, nou ja, druk een beetje op een standje. Denk ik, ja, het is een Jack Russell. hij is ziek, hoor, als hij dat niet doet. Ja, precies. Ja, dus als je een hondje wil dat gewoon rustig bij je op de bank ligt en dat wat meeknuffelt en dat af en toe een keer een blokje omloopt, ja, neem dan geen Jack Russell. Nee, maar dat doet hij ook wel 's avonds. Als we dan helemaal op de bank zitten, dan gaat hij wel liggen. Maar het is meer toch als er bezoek komt, joh, hij pist alles onder. Hij loopt naar die schoenen van de bezoek, want wij zijn aan het zonder schoenen in huis. Mm. En dan plast hij het vol en soms zelfs tegen het bezoek aan, maar vooral dat dressoir, ik krijg het niet meer schoon. Ja. Ik denk toch wel, toch, als we een beetje dat mannelijk, want hij probeert toch wel te domineren in huis. Dus hij neemt het over. Hij neemt de regie over in huis. Dus ik denk dat het toch echt nodig is dat hij, denk jij niet? Ja, nee, het is wel een probleem waar ik niet meteen zeg van, oh, castratie gaat dat erger maken. Of castratie gaat hier negatief effecten hebben. Je zou gewoon veel meer in detail nog uit moeten vragen van, hoe ziet het gedrag er precies uit? Wat is de houding? Wat voor type hond is het? Hoe, dan heel ruwweg, hoe zeker of onzeker is hij? Kijk, markeren in huis en zeker ook als er bezoek in huis is, ja, dat kan wel duiden op territoriaal. Ik ga niet verzanden nou de discussie over dominantie, maar dat kan wel duiden op territoriaal gedrag en op ik wil territorium markeren. Het eigen huis is gewoon territorium in dat geval van de hond. Het zou kunnen dat castratie daarbij helpt. Ja. Ik denk zeker als het al wat langer speelt dat het niet zomaar in één keer is opgelost. Mm-hmm. Maar het zou kunnen dat castratie helpt. Ja. Maar er is ook kans dat het niet helpt omdat het vanuit stress is. Zou ook kunnen, ja.
Maar, ja, waarom... maar daarom zou je dus goed moeten navragen, ja. Oké, wat doet hij precies als dat bezoek is? Ja. Loopt hij daar zelfverzekerd rond met een hoge houding? Ja. Zijn er stresssignalen te zien? Ja. En als dat niet, allemaal niet het geval is, ja, dan, kan je dan geeft dat veel informatie over. Want hoe ziet het voor jou het verschil eruit als daar die gestreste Jack Russell rondloopt of een territoriaal gedrag vertonende Jack Russell? Nou ja, bij het is niet zwart-wit van oké, dan wel en dan niet. Maar bij een onzekere, gestreste Jack Russell zou ik eerder neigen naar nee. En bij een super zelfverzekerde Jack Russell in allerlei verschillende situaties, ja, zou je toch wel op ja uit kunnen komen. Ja. Afhankelijk van meer informatie en van het verder uitvragen van de situatie. Ja, en dan ga je bij stress heel erg opletten op de signalen die hij laat zien. Ja. En bij territoriaal gedrag op de houding, hoe die rondloopt. Is dat wat je zegt? Ja, nou ja, en ook juist de afwezigheid dan van stresssignalen. Ja, ja, ja. Ja. En ook in andere situaties, hoe is hij met wandelen en hoe reageert hij op andere honden? Ja. Hoe is hij in nieuwe settings, nieuwe situaties? Ja. Gewoon hoe, ja, want mijn eigen hond bijvoorbeeld is over het algemeen, die is echt niet altijd zenuwachtig, altijd onzeker, maar over het algemeen is dat best een onzekere hond. Mm. Die is snel van zijn stuk gebracht. Ja. Ja, en ik denk ook waar ik nog naar zou kijken als aanvulling, is wanneer dat markeren is. Is het een riedeltje geworden uit gewoonte? Ja. Lalalala, blub, blablabla, blub. Ja, ja, zo. Ook nog een goeie. Ja. Want dan gaan we het riedeltje kunnen doorbreken. Ja. Of is het echt zo, hoe ik snuffel even aan mijn bezoek en boep, naar het reservoir en poten omhoog. Dat is eigenlijk voor mij ook een... Ja, dus waar zit dat markeergedrag in de situatie? Leuk. Oké, andere. Kan ik er nog één bedenken. Een Rottweiler teefje valt ook buiten heel erg uit naar andere honden, echt heel erg. En eet ontlasting van andere honden ook heerlijk op straat. Vooral na het passeren van een andere hond, dan duikt hij in de drollen die hij te vinden kan. En binnen in huis, als de kinderen dan gaan stoeien, dan gaat ze daar zo overheen hangen. Dus de kinderen mogen eigenlijk nou niet beneden meer stoeien. En deze eigenaren zijn wel heel bang voor melkkliertumoren. Want die vorige hond, een vorige Rottweiler, is daar wel aan overleden. Er is wel heel veel spanning. Maar deze hond laat vooral in huis gewoon echt zo het baasje spelen in huis. Waardoor die eigenaren denken, ja, in combinatie met uitvalgedrag buiten en onze angst. Ja, vinden we misschien wel een goed idee om haar... te steriliseren, zeggen deze mensen. Ja. Dat zeggen de meeste mensen inderdaad. Ja. Wat bij de teef interessant is om mee te nemen is, wisselt het gedrag afhankelijk van het moment in de cyclus. Want zeker als een teef een paar keer loopt is geweest, de eerste looptijd, ja, dan kan het nog toeval zijn, zegt nog niet zo heel veel. Maar zeker als een teef een paar keer loopt is geweest, dan kun je echt wel een beetje nagaan van oké, ze doet dat, ja, bepaalde patronen daarin gaan zien. Ik had zelf een aanvraag van een gesprek van iemand, de hond was echt 3 of 4 keer loops geweest dan. Ze zei heel duidelijk van, nou, als ze niet loopt, dan zie ik dit, als ze wel loopt, dan zie ik dat. Ja, waarschijnlijk, als je dat al 4 keer hebt gezien met 4 loopsheden, heeft dat iets met die hormonen te maken. Ja, want wat zag zij dan? Daar ging het om, die hond was juist angstiger, onzekerder buiten vooral. Tijdens de loopsheid. Dus op de een of andere manier werd ze daar toch wat onzeker van. Kan ook komen bijvoorbeeld door de reactie van andere honden op haar. Dat ze belaagd wordt door andere honden. En dat ze daardoor ongemakkelijk voelde. Maar ja, eigenlijk ongeacht wat het verschil precies is, als dat tijdens de loopsheid het geval is, dan heeft het waarschijnlijk wel iets met die hormonen te maken. En er waren ook gedragingen, er waren bijvoorbeeld katten in huis en ze gaf aan dat er nogal wat, ze noemde dat jaloezie, maar dat er nogal wat wrijving was tussen de hond en de katten. Vooral als zij ook met de kat of met de hond bezig waren. Dat ze elkaar dan wel eens in de haren vlogen. Maar het maakte niks uit of de hond wel of niet loopt. Okay. Dus daar... Geen enkel verschil. Ja, dit is een mooie. Ja, dus dat heeft waarschijnlijk niks met hormonen te maken. Nee. Hele mooie. Ik had... dit is een mooi voorbeeld. Ik had... Izzy kwam bij mij wonen. Izzy is nichtje van Kono. Die heb ik als herplaats in huis genomen. Zij was 1 keer loops geweest toen ze bij mij kwam. En ze werd 3. Ze is 1 dag bij mij, ze werd loops. Dat was heel bijzonder. Dat ik dacht, oké, fijn. Want ze is nu moet ze naar de 2e keer gaan.
wat ik bij haar de vorige keer zag, en dan ga ik nu dus voor de tweede keer kijken, is in aanloop daarnaartoe werd ze eigenlijk heftiger. Dus echt heel reactief. Heel gewoon echt heftig. Mm-hmm. Tijdens de looptijd echt iedereen kon dichtbij komen en knuffelig en super zacht en lief. En kort daarna weer heel heftig en toen werden we weer normaal. Okay. Of normaal, ja, enigszins. Toen zakte ze eigenlijk weer. Maar heel veel vurigheid voor en na die looptijd. Dat is ook de vorige, dat is pas één keer. Ja. En toen was ze net verhuisd. Hè? Dus ja, dat speelt dus dan ook weet ik ook niet of dat qua stress. Maar dat ga ik nu de volgende keer wel super goed in de gaten houden. Heb jij het idee, gewoon vanuit je professie, hè? Niet, we kunnen er niet invoelen. Hebben deze teven buikpijn en ongemak, net zoals wij dat kunnen kennen als vrouwen? Wat wel belangrijk is, is om in het oog te houden dat juist dat moment van bloedverlies, dat wordt vaak geassocieerd met de menstruatie. Dat is ook een hele logische, allebei bloedverlies. Maar dat is compleet het tegenovergestelde moment in de cyclus. Dus juist dat moment dat de teven bloedverlies, is juist het moment van de ovulatie. En dat is bij ons dus juist het moment tussen twee menstruaties in. Dat is juist het moment waarop je eigenlijk juist, het zit wat hoger in testosteron, maar ook in oestrogenen, waarop je juist eigenlijk beter voelt in verhouding tot het moment van de menstruatie. Dus dat is belangrijk om in gedachten te houden, dat echt het tegengestelde moment is. Maar dat neemt niet weg dat er veranderingen in hormonen zijn, schommelingen in hormonen zijn, die ze niet zo gewend zijn. Dus ja, dat kan allerlei effecten hebben. Ja, je kunt er niet in kijken inderdaad. Ik denk dat er ook enorme individuele verschillen zijn. Maar dat er echt wel teven zijn die daar lichamelijk echt wel last van hebben. Ja. Oké, mooi, hè? Mooi verschil duiding nog eventjes aan het einde. Alright. Heb jij voor jouw gevoel alles gezegd? Wat je wil zeggen? Ligt er nog iets? Ja. Als je mensen mee wilt geven? Of? Nee, ik denk dat we hetzelfde punt als waar we eigenlijk mee begonnen. Dat het, ik ben niet voor of tegen castratie, maar dat het echt afhangt van de situatie. En dat ik het belangrijk vind om dat goed af te wegen. Ja, goed uit te vragen, goed te kijken. Ik denk dat dat vooral wat we nu met de podcast neergezet hebben, wat mij betreft, is weet dat je een keus hebt. Ja. Dus dat je niet lukraakt, dus iemand hoeft te volgen. Ja. Die daar even zijn mening op loslaat. En weeg gewoon heel goed je voor- en nadelen af. Dat is volgens mij wat van deze podcast afdruipt. Ja. Hoe moeilijk ook, hè? Ja. Nee. Ja, en ik vind het altijd interessant om mensen daarbij te helpen. Dus ik had de website natuurlijk ook genoemd. Dus, superleuk. Ja, altijd fijn als ze zich daar verder in willen verdiepen. Ja, leuk. Voor jou is hij rond? Ja. Niks nog een puntje van je tong wat eruit bedrijf moet. Nee. Okay. Heel erg bedankt voor je tijd en je enthousiaste reactie op mijn uitnodiging. En ik vind het altijd fijn om met je in gesprek te zijn. Dus dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Yes, dat was hem. Goed.